Hey Koen, bedankt dat je even... Mijn interieur ook mooi. Ja. We gaan starten, goed? We starten, hè? Oké? Hey Koen. Ja, prima. Bedankt dat je wat tijd wil vrijmaken. Ja. Zeg, het zijn bizarre tijden. Hoe is het met u? Aangezien de omstandigheden toch nog gezond. Ik denk dat het belangrijkste is op deze moment. Maar toch ook wel weer toch terug stilletjes aan het trainen. 1-op-1 hier op de club al verschillende weken. Dus op dat gebied wel blij dat ik toch een uitlaatklep heb. Ja, zeg. En je was eigenlijk einde contract. We hebben gelezen dat je in verdere onderhandelingen waard. Is er ondertussen al iets nieuws uit de bus gekomen? Ja, ik heb groen licht, dus alles is in orde geraakt. Dus ik denk dat we bij deze kunnen stellen. Dat we de primeur hebben dat ik kan vertellen dat het contract getekend is. Dus dat ik toch nog 2 jaartjes langer bij Westerlo blijf. Oké, top. Zeg, weet je hoeveel wedstrijden je al voor Westerlo hebt gespeeld? Ja, net geen 200, denk ik dan. 199, als het goed is. Aha, zeg, daarmee komt op de 3e plaats in de all-time rangschikking. Na Jeffke Deelen, 3,85 en Wouter Kortjes, 2,22. Zeg, Koen, welke wedstrijd is u van die 199 het meest bijgebleven? Ik denk dat waar we nu op gaan terugblikken. Ik denk, als ik mijn ogen sluit en ik denk terug naar de titelmatch van dit jaar, van dat jaar. Ik denk dat daar iets vers in het geheugen nog zit. Die ontlading, die sfeer, alles wat erbij kwam kijken. Ik denk dat zal ik nooit vergeten. Maar er zijn er zoveel mooie geweest, maar die zit toch nog verser in. Oké, top. Want daarvoor hebben we eigenlijk jou gecontacteerd. Hè? We hebben de voorbije 4 weken hebben we de laatste 4 wedstrijden vanaf memorabel seizoen uitgezonden op YouTube. En je was ook de speler die het alle minuten heeft volgemaakt, hè, dat seizoen. En we wouden aan de hand van een quizje eens zien hoeveel dat jij eigenlijk nog weet van dat seizoen. Hè? Maar we gaan er wel een prijs aan vasthangen, Koen. We gaan er een prijs aan vasthangen. Okay. Dus, als je alles juist hebt, dan zal ik jouw voetbalschoenen komen poetsen. Maar heb jij een fout, dan kuis jij het materiaalbusje van de club. Wat denk je? Oh, dat is de reden waarom ik de vragen dus niet kreeg. Ah, nu snap ik het. Ça va? Oké? Oké, dit is goed. Dat ik mijn leven. Ik doe mijn best. Dat is goed. Zeg, hoeveel clean sheets heb je behaald dat seizoen? Als ik niet vergis, waren er de 18. Oeh, 1-op-1. Er waren ook 2 clubs waar we hebben van kunnen winnen dat seizoen. De eerste club, dat was Sint-Truiden. Dat was het 1-1 hier in het Cupke en 3-2 op Staaien. Maar wie was die tweede club waar we niet konden van winnen? Hoi, zie je zo mooi. Ik denk dat we zelfs de eerste match hier thuis daar 2-2 tegen gespeeld hebben. Ja. Is dat Tubize? Yo, klopt. Zeg, die tweede wedstrijd... We zijn begonnen, denk ik zelf. Ja. Ja, dus, en op Tubize, weet je nog de uitslag op Tubize? Per toeval, hè? Het is off the record. Is dat niet 2 keer hetzelfde geweest? Ja. 2 keer 2-2. Is dat niet 2 keer hetzelfde geweest? Ja, klopt. Goed zo. Dat is toch, denk ik, gek. Dat ik altijd een zwart beest moet hebben in een competitie. Ah, voilà. maar zitten nu natuurlijk de amateurs, dus we gaan ze niet meer tegenkomen. Hè. Dus. Zeg, derde vraag. Op speeldag 13 verloren we voor de eerste keer. Weet je nog per toeval tegen wie dat we toen verloren? Het was 1-0 die een dag. Met een doelpunt van Kevin Janssens. Allee. Moet ik nog meer vragen? Hints geven? Nee, want ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat in een seizoen, als je niet veel verliest, als je dan die match tegenkomt en je verliest, ik denk dat dat wel iets is wat bijblijft ook. Zou het kunnen dat Aalst was? Oh, yes. 3-op-3. Zeg, competitie, hè? We spelen goed.
Maar we hebben toen ook in de beker van België redelijk ver gekomen. Hey, kwartfinale tegen Lokeren. Ja. Weet je nog, hier in het Kuipje hebben we eerst twee eerste klassers uitgeschakeld. Weet je nog wie dat die tegenstrevers waren? Telkens met strafschoppen. Anderlecht ben ik... Ja, Anderlecht ben ik heel zeker van. Dat weet ik nog heel goed. Die tweede ploeg twijfel ik eigenlijk een beetje. Omdat we hebben hier nog eens. Maar ik denk dat dat een jaar later of twee jaar later is geweest. Ik denk in dat jaar was het... dan ga ik toch voor Bergen. Oh. Bergen en Anderlecht thuis. Oh. Topper! Weer al juist. Zeg, heb je daar nog herinneringen aan die wedstrijd? Dat had ik toch gelijk. Ja. Heb je herinneringen aan die wedstrijd? Ja, ik weet nog. Tegen Anderlecht zeker, vol huis. En we hadden die hele sfeer van de competitie meegepakt naar de beker. En we voelden dat er iets mogelijk zou kunnen zijn als we er allemaal in geloofden. En dan staan na 120 minuten nog een gelijk spel is en je kunt met strafschoppen doen. Ja, ik weet nog goed, dat was in de tijd met Mitrovic en ik denk zelfs die andere, Milivojevic. Als je ziet wat hij die nu alle twee spelen, zijn twee spelers waar ik strafschop toen van gepakt heb. Ja, dat is wel iets wat mij blijft. Dus dat was super mooi. Maar ook achteraf, als je dan de laatste penalty pakt en alles van barst los. En die vermoeidheid van die 120 minuten is even weg dan. En die euforie is prachtig. Oké. Okay. Heb je toen nog misschien een truitje gewisseld na de wedstrijd met een van de sterren? Nee, want ik moet zeggen, ik heb toen zoveel rond het veld gelopen. Ik had, ik denk dat die van Anderlecht toen al terug in de bus zat eerder dat ik binnen was. Dus dat is niet gelukt. Oké, goed. All right. Weer al juist. Zeg. Vraag 5. Zeg, in de winterstop kwamen ook nog eens twee nieuwe spelers onze club versterken. De eerste die was Brandon Deville. En de tweede dat was toenmalige topschutter van onze reeks. En die kwam aan Frank Brey. Huh. Welk was zijn naam? Dat is een makkie, hè. Kevin Coffey. Yes, right. Vraag 6. Ja, mag je ook omdat je weet wat het spits dat het was. Oké. Vraag 6. Op speeldag 29 verliezen we ineens onze leidersplaats. Omdat we tegen een koninklijke club moesten spelen. Weet je nog wie dat die tegenstrever toen was? Op Antwerp. Yes. En ik denk zelfs dat de goal ook nog gescoord wordt. De enige goal door Belgische Turk Guvench toen. Ja, wow. Was een schot van 30, 35 meter. Die vergeet ik ook niet. Niet meer gauw. Was je onhoudbaar? Was het onhoudbaar die bal dan? Of? Ik heb vaak nog eens teruggekeken die beelden dat ik dacht van had ik toch niet meer kunnen doen, maar er zit een gekke curve op die bal. En dan als de bal vertrekt, dan is het secondenwerk en zat erin. Ja. Achteraf gebleken heeft het zo moeten zijn dat we daar verloren hebben om dan op het einde toch de beker in de lucht te kunnen steken. Ja, tuurlijk. Zeg, cool. Maar, in de spelersgroep, speeldag 29, je verliest dan. Wat denken jullie dan? Ik moet zeggen, dat jaar, dat vergeet ik ook nooit. Alle thuismatchen, als dat wij aan een match begonnen, waren we zo zelfzeker, vol zelfvertrouwen, met supporters, met alles, dat we eigenlijk bijna zeker waren dat we die match niet konden verliezen. En als we dan op verplaatsing zoiets meemaakten, dan wisten we van, kijk, we krijgen de kans nog altijd thuis. Mm-hmm. Ook als we zien, de laatste match was ook thuis. Dus we konden wel iets, maar het moest dan wel gebeuren. Dus de druk werd wel iets groter. Dus daar waren we ons ook van bewust. Die groep was zo volwassen ook op dat gebied. We hadden echt een hele goede mix, plus een hele trainer die ons geen moment van zweven gaf. Dus die hield ons met de voetjes op de grond. En ik denk dat die mix echt wel geleid heeft tot van, kijk, dat is een tegenslag, maar dat gaat ons niet van het pad afsturen. Oké, maar er zit ook een beetje geluk bij, hè? Want de week nadien, hè, speeldag 30, verliest eigenlijk, of nee, ja, speelt... Eupen, hè, die twee leiderspas had overgenomen, die speelde 0-0 gelijk tegen de laatste van de stand.
Weet je het nog per toeval wie dat die ploeg was die laatste in de stand eindigde? Want zelfs jouw ploegmaat, Raphaël Lecomte, heeft daar de eerste twee wedstrijden van het seizoen nog bij gespeeld. Oh, ja. Vizé hebben we weggehaald, denk ik. Ja, dat klopt, Vizé. Dat was onvoorstelbaar, want Eupen had de beste aanval, Vizé de slechtste verdediging en toch werd het 0-0. Dus geweldig vooral. Ja, okay. Dat jaar ging er dan ook ballonnetjes op dat Eupen niet wou omhoog gaan en dat ze liever een reeks lagen zaten omwille van met de academie waar ze mee samenwerkt en zo spelers laten doorgroeien. Dus ja, oké, waren toch ook wel een paar topspelers tegen ons de laatste match aan de kant gehouden. Oké, dat is achteraf als het niet lukt. Maar dan zie je nogmaals dat die reeks niet altijd gemakkelijk is om tegen de laatste te gaan spelen of zo. Dus oké, dat is ons een beetje wel geluk geweest, ja. Nou. Zeg, ben je eigenlijk ook een voorstander van meer ploegen in 1B? Ja, en dan denk ik vooral voor alles wat rond het voetbal leeft. Ik denk als je 4 keer tegen dezelfde speelt voor spelers, is dat ook om een keer genoeg. Je moet ook eens andere ploegen kunnen spelen, maar ook voor supporters. Ik denk als je 4 keer tegen dezelfde ploeg speelt en dan tegen het einde dan dat er niks meer tegenover staat, ja, dan blijven heel veel supporters weg. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer voor de clubs. Omdat dat toch een grote bron van inkomsten is. Maar ook als speler wil je het liefst met de supporters samen spelen en niet met een half stadion eigenlijk. Ja, zeg, we zitten aan vraag 8 nu. Vorige week hebben we de wedstrijd op Moskroen uitgezonden. We winnen daar met 0-1 door een wereldgoal. Van onze... Dat weet ik nooit meer. Oei, het antwoord al. Ik riep nog, niet schieten, Jarre, niet schieten. En ik schiet hem. Ja, daar hebben we nog vaak mee gelachen in die week. Maar je moet de vraag nog stellen, natuurlijk. Ja, wie was het? Maar ja, je hebt het al gezegd, eigenlijk. Ja, ik zei de Jarre, maar het is Jeroen van Toernoot. Yes, ja. Right. Ja, oké. Okay. Nog vaak over gehad, over dat pareltje, dat die met links... Ja. Zeg, en dan komt die laatste wedstrijd eraan. Hè? De allesbeslissende, de eerste tegen de tweede. Hoe leef je dan naar die wedstrijd toe? Of hebben jullie in die week iets speciaals gedaan op training of zo? Dat zou ik niet meer precies kunnen zeggen of in die week iets anders gedaan heb. Maar ik denk het niet, want de trainer was iemand die niet daarvan hield. Die heeft het niet anders aangepakt. Dus die was wel elke week hetzelfde, ongeacht tegen welke ploeg. Maar we wisten wel nu dat we ons... Een mooie, zware seizoen, waar we zo hard voor geknokt hadden, samen thuis konden bekronen met supporters. Daar was iedereen zich van bewust en iedereen wist dat er wat druk ging bijkomen, iedereen wist dat er wat stress ging zijn. Maar we wisten ook dat we in de groep kwaliteit hadden dat jaar om het thuis af te maken. En als je dan tegen een ploeg kunt spelen als Eupen, die ook voetballend is, is dat misschien wel een klein voordeel geweest dat we tegen zo'n ploeg hebben mogen voetballen. En als dat dan... Als dan die match eraan komt en het begint, dan is het toch verstand op nul. En dan is het voetbal, dan is het 90 minuten knokken. En kan er van alles gebeuren. Ik denk, als je de match gezien hebt, na 3 minuten waren er al heel veel supporters die gedacht hebben van... Dit kan niet. Ook spelers op het veld die dachten van, toch niet nu. Maar dat heeft ons sterker gemaakt als groep. En ik denk dat het resultaat erna verdiend wordt. Oké, ik zeg het nu al. Hè? Dus Raphaël krijgt na 3 minuten een rode kaart. Kevin Coffey mist een penalty. In de voorgaande fase wordt de doelman daar uitgesloten van Eupen. Jonas Teumeland. Maar die werd toen vervangen door een toen nog onbekende doelman. Mm-hmm. Hè? Een collega van jou. Nu is hij al wat bekender, denk ik. Nu is hij iets bekender. Oké. Okay. Dat is Hendrik van Krombrugge. Yes. Oeh. Heb jij veel schoenen thuis? Of hier op de club? Want je hebt 9 op 9, dus ik begin al een beetje schrik te krijgen. Ik breng de vuilste schoenen mee, dat weet ik. Oké, laatste vraag. 9 op 9. Zeg. als je de kern bekijkt, er zat ook nog ene Leandro Trossard in jullie kern. Hè? Ja. Leandro toen ook nog iets minder onbekend. Nu is hij blijkbaar al 13 miljoen waard. Hij heeft dit toen 17 keer met jullie. Hij scoorde 3 doelpunten, waaronder 2 keer nog in de derby tegen Geel. Dat ga ik veel supporters niet vergeten, denk ik. Nee. Maar weet je, nu komt hem. Kent je de allereerste club van Leandro? De allereerste club? Waar is hij begonnen te spelen?
Dan praat je over de jeugd of als. Nou ja, de jeugd. Ah, ja, 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 ja. Dit heeft niks met de competitie te maken. Hè. Dan zal ik rustig. Ja, 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 wel moeten zeker. ja, wacht. Hè. Trossard is van Genk. Dan zijn die jeugd zo oud is je niet. Het zal daar de ploeg zijn ergens aan die kanten, hè. In Genk zelf. Yes, 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 yes. Welke ploeg is het? Het zal het busje worden, Koen. Welke ploeg is het? Lanklaarse VV. Sorry, ja. Sorry. Sorry. Dat zal ik nog. Jammer dat we dan toch die quiz moeten eindigen met zo'n vraag, denk ik eigenlijk. Okay. Wat had je nu gedacht, hè? Ja, ik zal het busje wel poetsen. Ik zal het busje wel poetsen. Oh, topper. Koen, bedankt voor het interview en de quiz. En ja, we wensen je nog veel succes toe, hè. Goed? Ja, dat gaat wel lukken. All right. Doei. 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 Doei.